Het heeft wat voet in aarde gehad, maar het is ook erg mooi en functioneel geworden, de tramremise in Winschoten. Voor theater- en muziekliefhebbers. Mevrouw Abelen, waar staan we eigenlijk? Wij staan hier op de tramwerkplaats O.G. ofwel tramwerkplaats Oostelijk Groningen. Het is een loods, zoals u kunt zien hier aan de achterkant, die de afgelopen maanden is verbouwd tot een plek waar tijdelijk, zolang het cultuurhuis er nog niet is, het theater kan worden bedreven. En waar op den duur mensen allemaal bezig kunnen gaan met het theater, met het maken van theater en alles wat met theater te maken heeft, kan hier gaan plaatsvinden. Deze loods was eigenlijk onderdeel van de oude Faf-fabriek. De fabriek ziet u hier naast ons. De oude wijn- en zuurtjesfabriek, zeggen ze dan ook wel. Onderdeel hiervan was volgens mij het opslaan van allerlei vruchten om later te destilleren tot drank. Daarvoor was het een oude tramwerkplaats, letterlijk zoals het was. Een onderdeel van de trammaatschappij Oostelijk Groningen. En zo hebben wij die naam weer ook meegenomen. De tramwerkplaats O.G. En dat werd vroeger afgekort als Ongraatje, de oude stoomtram. Is dit echt een alternatief voor de klinker? Het is in elk geval een opvang voor de klinker. De klinker, zoals u weet, die gaat gesloten worden om plaats te maken voor het nieuwe cultuurhuis. We zouden een periode anders van 3, bijna 4 jaar moeten overbruggen, waarin eigenlijk helemaal geen voorstellingen zouden kunnen draaien in het Oldambt. En we hebben met een aantal mensen, en dat zijn er uiteindelijk heel veel geworden, met man en macht geprobeerd om daar nog een voorziening en een alternatief voor te vinden. En ik denk dat we ons heel gelukkig mogen prijzen dat dit er uiteindelijk gekomen is. Ippo, het is een compleet nieuw gebouw, een complete nieuwe omgeving. Voldoet deze omgeving net zo goed als de klinker en heeft dat alle faciliteiten? Ja. Natuurlijk, het is een heel ander gebouw. Hè? De Klinker was echt een theater en daar had je natuurlijk veel meer faciliteiten op het gebied van theater. Maar aan de andere kant, dit gebouw die straalt zoveel warmte uit. Het voordeel vind ik inderdaad van dit gebouw is dat niet alles vastgelegd is. Dus er zijn eigenlijk nog veel meer mogelijkheden dan alleen in een theater. Kijk, als je in een theaterzaal zit en daar kijk je naar het toneel, die toneel is vast gesitueerd in een theater. Ja, daar zit je aan vast. Je kunt dingen niet omdraaien. Maar hier kunnen we gewoon dwars spelen. We kunnen klein, we kunnen groot. We kunnen alles weghalen en et cetera. Dus het geeft ontzettend veel mogelijkheden. In eerste instantie is het theater, de tramwerkplaats, zeg maar, een alternatief voor het podium van de Klinker. Hier kunnen plaatsvinden cabaretvoorstellingjes, muziekvoorstellingen. Nog veel meer van dat soort dingen, toneelvoorstellingen, omdat Vita Nova, dat ziet u hierachter al begint. Er zijn een aantal dingen die niet kunnen en dat zijn producties, dat zijn grotere producties, waarbij een trekkerwand vereist is. Dus wat we wel hebben is diepte in het podium, maar we hebben geen hoogte. Dus we kunnen niet met decorstukken naar boven en naar beneden hijsen, om zo maar te zeggen. Dus alles productie wat een trekkerwand nodig heeft, dat valt af. En daarnaast hebben we natuurlijk niet alleen theater in deze tramwerkplaats. De Filmliga gaat hier 2 keer per maand zijn films laten draaien voor publiek. Er zullen scholen komen die ook gaan genieten van de zaal en alles wat daarmee te maken heeft. Dus ze gaan hier bezig met eigen producties maken. Ze gaan hier kennis nemen van hoe ga je met geluid en licht in een theater om. En dat zijn vooral basisscholen, voortgezet onderwijs, die hier toch feitelijk echt met het ambachttheater aan de slag kunnen gaan. Als het nieuwe cultuurhuis er is, dan gaan hier natuurlijk een aantal voorstellingen gewoon verdwijnen. Die gaan weer naar het cultuurhuis toe, want dit was immers tijdelijk. Wat blijft is datgene wat ik u net schetste. Het zal een plek zijn, een theaterproductiehuis, een theaterwerkplaats, waar mensen op allerlei mogelijke manieren met theater in aanraking kunnen komen, theater kunnen maken. En dan moet u zich voorstellen dat er decors gebouwd kunnen worden, dat er bezig dat men bezig gaat zijn met een kledingatelier, met requisieten maken, met geluidsplannen maken, met lichtplannen maken. Ik kan mij voorstellen dat gezelschappen hier ook hun producties willen uittesten. Het zal echt een onderdeel zelfs worden van dat cultuurhuis. Daar waar het cultuurhuis de plek is waar mensen, zeg maar, uitgaan, is dit de plek waar mensen iets gaan voorbereiden. Dat is niet een concurrentie van elkaar, helemaal niet. Dat gaat elkaar volledig aanvullen, zodat in wezen het cultuurhuis in deze tramwerkplaats één grote culturele eenheid wordt, waar men gezamenlijk met muziek en theater aan de slag zal gaan. Het ideaal van ons is dat de hele dag hier de tramwerkplaats open is, dat mensen hier gewoon naar binnen kunnen komen, ook voor een kopje koffie. Ook dat er een terras bij komt, ook even voor een borreltje, of een hapje, of een broodje.
En dan heb je natuurlijk een plek waar de aantrekkingskracht behoorlijk is, hoor.